sporten en bewegen is altijd goed natuurlijk. De vereniging die heeft eigenlijk als rol in dit verhaal om mensen, om spelers met elkaar te verbinden. En of dat dan nou voetballen is of schaatsen of volleybal of dammen, dat maakt dan nog niet zoveel uit. Doorschuiven, hebben we ietsjes meer ruimte. Zie! الطفل رح يتعلم من الكاراتيه اول شيء انه هو يدافع عن نفسه ثاني شيء بحس حاله انه هو بيقدر يعتمد على نفسه بشخصيته القويه سبورت is een deel van mijn leven geworden rechts lichaam erop mijn emoties kan ik erin uiten het houdt me fit ik ben ermee bezig ik het voor afleiding voor op de straat hangen. Ik ben van mening dat je ook heel laagdrempelig ontzettend veel kunt bereiken. Je wordt sterker, niet alleen lichamelijk, maar ook je geest. We wandelen, we zijn bezig met de basisdingen zoals techniek, ademhaling en alles. Maar ondertussen genieten we van de natuur. Goeie bal, Sam. Kom, waar troef je broer af? Voetbal is eigenlijk voor mij een medicijn. Want ik heb veel dingen meegemaakt in mijn eigen land. En als ik voetbal, dan vergeet ik zulke dingen. Of wat ik meegemaakt heb, dan gewoon... Je lichaam wordt fris. Dan ga je douchen, lekker douchen. Adem je diep. Dan alle stress weg. Dus daarom... Noem ik een soort van medicijn. Nee, wat vond ik wel? Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je in een ander land komt, dat de mensen zijn die je helpen, die je welkom laten voelen. Die gewoon het gevoel geven dat je er ook bij kan en mag horen. En ik zie nu gewoon dat er meer interactie is. En dat was in het begin niet. Dus hij voelt zich steeds vrijer om inderdaad ja, om zichzelf te kunnen zijn. Als ik حاسه بالغربه الكاراتيه تتحول القصه علي. والكاراتيه هي بتعطيني القوه. بتعطيني ثقه بالنفس. Lekker jongen.